vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 11 januari 2024. En het is nu 11 over 11 in de ochtend. Ja, ik lig er niet op. Kijk maar. Het is bijna. En daar is het net 10 over op. En hier is het alweer 11 over. Kijk maar. Yep. Dus ik sta nu met mijn jas aan en dat betekent dat ik deze drie lieve dames ga uitlaten. Ja, ik ga jullie uitlaten, ja. Hoe toevallig. Ga je zo mee, plasje poepen doen? Mevrouw Piepstra. Ja. Dus ik ga ze inderdaad even uitlaten, want dat is wel even nodig. En dan... Zometeen om 12 uur heb ik weer een leuke afspraak. En daar ga ik jullie in meenemen. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Gezellig. Anders kom ik met mijn printerinkthandjes in jouw gezicht. Ja, dat is niet handig, nee. Ik heb ze gisteren met zeepsop helemaal schoongemaakt, dus ze waren helemaal drie kleuren. Ja, ik zit weer in de make-up stoel, jongens. Ja, wat nog leuk. Zo. Ja. Ik zie er nou nog niet uit, maar daar wordt zo meteen verandering in gebracht. Ja, kijk nog maar even naar deze mooie gezicht. Even kleurtestje. Kan er mee door, toch? Kijk eens even, in één keer de groeien. In één keer de groeien. Dat is mooi.
Deze mooie, lieftallige meneer, die weet precies wat hij moet doen. Is dat zo? Nou, dat denk ik wel. Ja, heb je het in de raad, hè? Ja. Ja, dat zeg ik. Dus dat. We gaan het zien. Straks zien. En wat het eindresultaat is. Nou, zie ik je nou niet prachtig uit? Ja, toch. Ja. Dankzij meneer Ros. Ja, Henk Ros. Wel te verstaan. Hé, meneer? Ja. Ja. Precies dat. Ik ga jullie even op een statief neerzetten. Ja, dat ga ik zeker doen. Zo. Nee, maar ook maar niet. Oké, daar zit je lichaam aan die kant op. Zo, maar wat was de andere kant? Een beetje erbij. En dan die kant ook. Die kant ook? Ja. Nee, maar even schat. Ik denk nog één keer, zelfs je niet staan, bedoel, andersom weer. Juist, ja. De kleinste oog zit namelijk aan de die kant is de kleinste oog. Deze kant bedoel je, of? Nee, die kant, ja. Oké. Okay. Ja, dat is toch maar niet echt, maar ik kan het af. Ja, maar ik doe het wel. Ik had het hier op, van de zak.
dus op twee handen. Heel een beetje liggen maar je op twee armen zien, klaar deze kleine. Hop. Even een tussenfoto voor Rome maken. Je ziet het toch nog niet. Ja, die is scherp. Dat is een keer anders, hè, zomerhaar, hè? Ja. Zo ben ik gemaakt lachje, waarom dat? Hoezo? Echt niet? Dat was helemaal geen echt gemaakt lachje. Echt niet? Dat was nog geen echt gemaakt lachje. Kom je daar nou weer bij? Ja, zo. Oh, die is heel gaaf.
zitten in zijn kleur. Zitten en klaar. Kijk. Ja. Alleen ik heb er toch een partij blauwe plekken. Maar god. Ja, ik kan wel een beetje bij. Ik wil net zeggen, focus, dank je. Focus. Dank je. Angel. Van een mat zwarte jurk. Hier valt een beetje weg op dat op een zwarte achtergrond. Ja, je bedoelt mijn buik, ja. Ook. Ja, laten we maar maken. Er stond een mooi chagrin zwart, hè, dat reflecteert. Kun je een rondje draaien dat de jurk gaat zwieren en dan naar mij kijken? Ja, juist. Bijna goed. Kijk. Het was leuk geweest. Kijk, ik vind de foto perfect. Alleen ik mis de achterste arm, zie je? Ja. Dan ik even een beeld willen hebben. De achterste arm, ja. Dat is een beetje een zandje. Wacht even hoor. Juist. Ja, dat is wel beter. Kijk. Geinig, hè? Dat is wel mooi. Nog een keer? Ja, maar dat is wel weer genoeg. Kun je armen buigen? Ja, ik weet niet hoe. Buigen? Ja, die kan toch zo? Ja, doe maar net of je Spaanse danseres bent ofzo, weet ik veel. Armen laag gaan we dan draaien. Dat is wel mooi inderdaad. Alleen ik lach daar niet bij. Jezus, Karin. Godverdomme. Vindt hij? Oh, wat moet je even zeggen? Wat scherp? Ik heb me gewoon ook nog. Kijk, dat gaat allemaal goed uit. Kijk, zo. Zo moet hij. Zo moet hij. Die is gaaf, hè? De tandjes. Die is groot. Die camera nog? Ja. Ik zet hem anders op beeldscherm. Ik ga het uitzoeken. Als je hem zo opricht, dan kan je meekijken met de camera. Dat is zo. Okay. Kijken wat we hebben. Groot beeld. Kijk, die is helemaal perfect. Die is mooi, die is mooi, die is mooi, die is mooi, die is mooi. Die is mooi voor de ik vond hem wel wat hebben. Ja, camera. Met ogen dicht. Deze vind ik heel gaaf. Dat moet even weg. Hè? Huh? Ja, maar ik vind het wel heel gaaf. Ja, ik ook. Kijk hoor. Dat hier gaan redden. Nou, stel uit de camera, maar één foto even bijwerken. Kijk, hier. Hij is heel gaaf. Nou, wacht op zacht.
bezig vandaag. Dan is dit ding wat even iets meer gewild, denk ik. Het moet even je hals langs je gezicht. Alsof je voet knuffelen. We lopen dus nu bij de Tweede Kamer, ja, de opvanglocatie wil ik zeggen, maar dat klopt ook niet, de opvanglocatie, maar de tijdelijke plek van de ministers en alles, omdat ze dus bij het Binnenhof aan het verbouwen zijn. Dus ja, dan zitten ze hier en het is koud. Dat kan ik je wel vertellen, het is koud. Het is een roetje koud. Ja, maar oké, maakt niet uit. Ik ga nu even richting de binnenstad met deze face. Ja, ik ben blij als het er zo meteen weer vanaf is. Maar voor de foto's is het wel altijd heel mooi. Dus, maar gewoon zo over straat lopen, nee. Maar ja, ik zei al tegen Roof, want ik wil nog eventjes heen naar de Primarkt. Dus daar ga ik dus nu naartoe lopen. Ik heb mijn auto daar neergezet, dat is gratis. Dus het is nou eventjes rechtdoor en dan ben ik er ook zo meteen. Dus daar gaan we nu eerst even lekker naartoe lopen. Jee, zo hoog is hij. Ja, joh. Komt er nog een aan.
je moet gewoon heel kruipend naar voren. Dan kom je er vanzelf. Ja. Bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot